Goedemorgen iedereen, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loewen en het is vandaag donderdag. Vandaag komt Nola naar mij. Ik ben nu onderweg naar het ziekenhuis, naar Maria Middelares in Gent. Want ik heb een afspraak voor mijn neus. Ik heb onlangs ben ik ook naar het ziekenhuis geweest, al een tijdje geleden. Ik heb dat toen ook in de vlog gehad. En toen heb ik een MRI-scan laten nemen van mijn neus. En twee dagen daarna of zo, of na het weekend dan, heb ik gebeld naar de dokter. En die had mij toen gezegd dat het inderdaad kwam doordat mijn neusgot redelijk scheef stond, dat het zou kunnen komen dat ik niet echt kan ademen. En ze heeft dan gezegd, ja, als je dat graag wilt oplossen, dan is alleen een operatie de oplossing. En aangezien dat ik veel sport en ik heb daar echt super veel last van, gelijk nu gewoon elke keer als ik adem, dan merk ik al van, ja, dat is hier miserie. Oei, en er is hier een ongeval gebeurd, de politie staat daar en de ambulance is achter mij aan het rijden. Ai, dat ziet er niet goed uit. Oké, op zich zou dat nog precies. Alleszins, dus de enige ding wat dat kon helpen was een operatie. Zodat ik terug goed zou kunnen ademen. En natuurlijk wil ik dat graag doen, want ik wil graag gewoon kunnen ademen. En als ik ga sporten, ik denk dat dat ook een beetje een probleem heeft met mijn steken. Dat ik bijvoorbeeld slecht adem en daardoor dat ik steken krijg. Ik denk dat dat gelinkt is aan elkaar. En ik frustreerde mij er al zo lang op dat ik gewoon niet kon ademen. En nu weet ik eindelijk de reden, dus als ik dat kan oplossen, zou dat allee, wel fantastisch zijn. Zie een keer hoe druk het hier is, jong. Godverdomme. Bon, ik ga hier aanschuiven in de file en dan om 9 uur heb ik mijn afspraak daar. Dus ik zie jullie zo als ik richting daar ga. Het is gewoon een consultatie, het is nog niet de operatie zelf. Het is gewoon een keer praten met een dokter die zo'n ding doet. Hoe dat daar in zijn werking en zo gaat gaan en wat ik verwacht en wanneer dat we kunnen en zo. Dus let's go. Even voor mezelf als ik het vergeet, ik sta op de tweede verdieping daar. We zijn aangekomen. Ik denk toch dat ik juist ben. Ik sta hier ergens op een parking. Ik ga nu gewoon aan de ingang van het ziekenhuis. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb echt geen idee wat dat hier is. Ik zie gewoon mensen richting hier wandelen, dus volgens mij is dat hier gewoon achter. Dit is dus in Gent. Het was zo druk op de baan, dat wil je niet weten, denk ik. Aha, dat ziet eruit als een ziekenhuis, denk ik. Geen idee, jong. Ik veel waar het ziekenhuis is. Aha, daar. Maria Middelares, dat herken ik. Daar is het. Ja, dat staat voor richting. Ja, misschien moet ik wel gewoon op het voetpad wandelen en nu op de drukke baan. Ik vind het wel spannend, want ik heb wel echt nood aan die operatie, denk ik. Als ik gewoon goed wil ademen en mijn neus gewoon niet constant gestopt is. Ik denk gewoon echt dat dat te maken heeft met dat neusgat scheef is en dat er daar dan veel dingen in komen of zo. Zoveel volk op de baan, maar wie slim ik maakt ook gewoon een afspraak om 9 uur. Like, wie denkt er nu aan om aan 9 uur een afspraak te maken? Ja, makes no sense. En het ding is ook, normaal gezien als je een afspraak maakt, je hebt Gent-Brugge en je hebt Gent. En ik heb nu Gent gepakt. Mijn mama was daar al vies van. Zo, allee, je gaat toch naar Gent-Brugge? Want het is eigenlijk niet echt voor een operatie, het is gewoon voor een consultatie. Het snelste wat ik kon en wat er op de afspraak kon, was hier in Gent. En op zich maakt mij dat niet zoveel uit. Dus bon, ik ga daar nu naartoe. Dan zie ik jullie zo, hè. Als ik de afspraak heb gehad. Ik ga me dan gaan aanmelden en dan naar de juiste afdeling gaan. Zo, we zijn 40 minuutjes later. Ik ben hier toegekomen om 9:10. Ik heb daar nog een kwartier moeten wachten en dan ben ik nu geweest. Het was eigenlijk wat ik al wist. En ik mag 3-4 weken niet sporten, dus ik ga dat sowieso in de winter doen, want ja, nu heeft dat geen zin meer met mijn wedstrijden. Ik kan nu niet 3-4 weken niks doen, dus dat zal voor in de winter zijn, net zoals dat bolletje. Dus dan 2 operaties in de winter. Let's go. En dan ga ik nu naar huis. Bye bye ziekenhuis, we zijn er. Weg van. Dus wat ik ging zeggen is inderdaad, het is dus 3 tot 4 weken niet sporten, raad ze aan na de operatie. Ze heeft nog een keer alles gecheckt. Ze ging met zo'n slang in mijn neus, jongen. Met coronatesten, ik kan daar ook echt niet tegen. Begon ik een beetje te blijten, maar kijk. Oei, ik moet mijn ticketje erin doen. Ik zie jullie zo. Wacht, even. Dus wat ik ging zeggen is, ik heb dus een operatie nodig voor mijn neusgot recht te zetten. Maar ze gaan misschien andere dingetjes knippen of zoiets. Dat zijn een soort van zwelling dingen iets. En die zwellen op. En die gaan nog altijd kunnen opzwellen. Maar nu hebben die niet genoeg plaats. En dat die meer plaats gaan hebben. Het kan zijn dat daarmee opgelost is, zegt ze. Maar als je dan toch die operatie aan toe zet, kun je ook vragen om gewoon dat neusschot gewoon direct mee te knippen. Dus dan dacht ik van ja, dan kan ik dat gewoon direct doen. Maar dan ga ik dat gewoon in de winter doen. Ze zijn die operaties nog niet aan het inplannen. Dus dan ga ik dat gewoon tegen de zomer of zo een keer bekijken om in te plannen in de winter. Zodat dat gedaan kan worden. Dat ik een keer een goede winter kan hebben. En ik,
Dus die operatie met neusschot en dan die dingetjes wegknippen samen doen in de winter. En daar kwam het op neer. Dus ze heeft al gecheckt. Nu in mijn oren, in mijn neus heeft ze mij iets gecheckt. Dat weten we dat ook weer. Dat was eigenlijk hetgene wat ik moest weten, want de huisarts kon dat niet vertellen. Daarom moest ik speciaal een afspraak maken. Dus voilà. Dan gaan we in. Als ik dan nog dagelijks vlog, vergeet zeker niet te abonneren. Dat je erbij bent als ik mijn operatie doe. En zorg dat ik tegen dat toch al tenminste 1000 abonnees heb. Maar jongens, zeg, hey, we gaan nu niet zeveren, hè. Ik ga nu even snacks gaan halen voor Nol en Nol. Ik ging dat normaal gisteren doen. Maar dan dacht ik, ja, dan ligt dat in mijn kamer en dan ga ik dat opeten. Dus ik ga dat gewoon nu gaan halen voor als Nol en vanavond komt. Vanmiddag moet ik trouwens naar school van 13:30 tot 16:30. Dus ik moet ook nog even de koersfiets fixen en zien. Hopen dat het niet gaat regenen. Want anders is het echt kut om in de regen naar school te fietsen met de koersfiets. Dan ben ik heel tempted om de auto te nemen. Ook al ga ik misschien langer moeten onderweg zijn. Maar dan ben ik echt heel tempted om de auto te nemen. Ik zie jullie zo als ik de snacks ben gaan halen en als ik naar huis ben. Oh my fucking god, dat is weer typisch ik hè, die dat heeft. Voer ik in op Waze, school, en ik begin hier zo baan af te rennen. En dan denk ik, huh, maar ik moest hier toch rechtendoor naar huis. En dan zo, huh, maar hier moet ik ook toch ook rechtendoor naar huis. Voer ik mijn fucking school in. Nu is het nog 17 minuten naar huis. Hate it. Zo, wat heb ik gehaald in de winkel? Een paar Red Bulls, die heb ik al in de ijskast gezet. Dan een paar donuts, want ik had zoveel zin in donuts. Ik zag dat en ik dacht, oh ja, daar heb ik goesting in. Ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga even ontbijten. Ik heb die donuts gepakt. En ik heb ook de Doritos genomen voor Nolan. Want ze eet dat super graag. Misschien dat ik er ook wel eentje van mee snoep. Maar ja, nee, kijk, dat ga ik dus nu eten. Even genieten van mijn donuts. En misschien ook nog een beetje brood. Ik heb een beetje last van mijn keel, maar ik ga dat even eten. Ik ga de vlog editen en dan ga ik hopelijk nog gaan lopen voor de middag. Ik denk dat op zich wel moet lukken, als de vlog niet te lang is. En dan ga ik mij wassen en dan ga ik mij klaarmaken om te vertrekken naar school. Ik denk dat het vandaag met de auto zal worden, want het ziet er echt niet goed weer uit vandaag. Dus het zal met de auto zijn. Sorry mama. Ik heb zo'n raar gevoel vandaag jongens. Ik heb het gevoel dat het al avond is en het is nog maar 12 uur, bijna 13 uur. Ik ga mij klaarmaken naar school. Het is 12:50. Ik ga mij nu klaarmaken om naar school te gaan. Om 13:30 tot 16:30 heb ik les data science. Met een nieuwe taal, Python. Dus dat wordt wel interessant, denk ik. Daarna ga ik mijn Nolan gaan halen naar het station van Wetteren. Maar ik ga sowieso met de auto gaan vandaag, want het weer ziet er niet super goed uit. En ik denk niet dat het super druk is. Nu over de middag misschien wel om 16:30, maar dan is dat in terugkeren. Dan heb ik maar pech. Met de fiets, dat wordt hem niet. Dus ik ga mij nu klaarmaken, mijn grief vlug pakken en dan vertrek ik naar school. Ik heb echt zo'n raar gevoel, het is echt super raar. Ik ga mij maken dat ik op tijd ben. Voilà, we zijn alweer naar huis aan het rijden. Ik dacht dat ik Nolwen moest gaan halen, maar ze is blijkbaar haar broertje nog gaan halen. Dus ik ga eerst naar huis en dan ga ik haar wel straks gaan halen. Het was eigenlijk wel, de 3 uur ging sneller dan dat ik had verwacht. Het is wel leuk in Python programmeren, maar ik denk dat het gewoon even wennen is aan de syntax. En dan op zich moet dat wel lukken. En, ik heb het gevoel dat Python veel dingen automatisch al heeft ingebouwd in een taal. Dus dat wel alleen logisch is als zij met veel data werken. We hebben er nu ook al redelijk op gefocust van met lijsten werken, met for loops. Dat waren de eerste 5 oefeningen of zo. Ik denk dat er 10 oefeningen zijn in totaal, dus ik ga die sowieso nog thuis afwerken. Ze worden niet gecontroleerd, maar we mogen ze wel gebruiken bij de test. Dus ik ga dat sowieso nog maken. En ook, ja, het is sowieso een goede leerstof. Hè. Dus, ik ga hier even opschrijven. Voilà, godverdomme jong. Echt, mensen in Gent, die steken toeren uit mijn auto om 5 uur. Man. Maar kijk, ik ga nu onderweg naar huis en dan ga ik straks nog wat gaan halen. Dus blijf daarvoor zeker kijken, zou ik zeggen. Dus jongens, wij zijn aangekomen thuis. Let's go. We hebben ook net lekker gegeten. Ik denk over een uurtje is Blind gekocht, dus dan gaan we dat kijken. Ik heb mijn scherm hier afgedaan, want ja, natuurlijk moet Nol wel tv kunnen kijken. Dus de tv staat daar nu. En dan verplaats ik die gewoon als ze weer weg is, morgen. Ik ga hier nog even mijn design maken of zoiets. Of iets voor school, nog iets klein proberen doen. Je maakt ze bang. Ik ga ook even douchen, maar ik denk dat ik hierbij de vlog ga afsluiten, want ik denk niet dat er nog veel interessants gaat gebeuren. Dus ik hoop dat jullie het hebben van deze vlog. Morgen ben ik er natuurlijk bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao kus.